Iedereen en welkom terug bij een nieuwe educatieve video van Alles over Crypto. Mijn naam is Martijn Houttuin en vandaag gaan we het hebben over wat fundamentele analyse precies is. Wat de belangrijkste indicatoren zijn in fundamentele analyse en hoe het nou echt verschilt van technische analyse. Dus laten we beginnen. Ik heb deze blog van Matt Timmermans erbij over wat fundamentele analyse is en hoe je die gebruikt voor crypto. En ik ga ook even mijn eigen aanvullingen geven. Dus ik heb er zin in, en ik heb weer wat highlights hier zo. So. En we beginnen met. Je koopt natuurlijk niet zomaar een cryptomunt. wanneer je hier nog nooit van gehoord hebt. Je wilt eerst even weten wat de cryptocurrency is, hoe het werkt. en wat de toekomstplannen van de cryptocurrency zijn. Zo zorg je voor zekerheid. en is de kans groter dat je jouw investering zult terugverdienen. Ja, dus we gaan kijken naar fundamentele analyse. Je hebt drie vormen van analyse op de markten: fundamentele, technische en sentimentele. Dus fundamentele is. Eigenlijk het feit dat je gaat kijken naar verschillende interne en externe factoren van een cryptomunt en dan kan je gaan bepalen of die cryptomunt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Je gaat bijvoorbeeld naar een coinmarketcap.com, dit is een plek met heel wat fundamentele analyse. Hierboven zie je staan wat de market cap van geheel crypto is, bijvoorbeeld, wat het volume is. En hier bij Bitcoin bijvoorbeeld zie je hoeveel. Er in de omloop is wat de maximum supply is, et cetera, et cetera. En hier heb je dan een grafiek. En als jij lijntjes gaat tekenen op deze grafiek door middel van wiskundige indicatoren, dan ben je dus bezig met technische analyse. Dus technische analyse houdt niet zoveel rekening met het feit dat er bijvoorbeeld 21 miljoen van die munten zijn. Of um, wat Bitcoin nou precies is. Technische analyse kan je eigenlijk loslaten op elke grafiek. En fundamentele analyse is gewoon een stuk specifieker voor het project zelf. Cardano, bijvoorbeeld, dan weet je dat dat een uh, competitor is uh, voor Ethereum. En dat zij ook smart contracten willen gaan lanceren en dat soort dingen. En dan heb je bijvoorbeeld Uniswap, en dan weet je dat dat een coin is van deze website, bijvoorbeeld, deze EMM. En dan moet je maar weer weten wat dit precies is. Maar elke coin heeft natuurlijk een grafiek waar je technische analyse op kan doen. En dan ben je bezig met uh, support en resistance. En dan gaat hij sideways en dat soort dingen. Dus dat is een hele andere manier van kijken naar hoe een um, coin aan zijn waarde komt. Um, waar let je op bij een fundamentele analyse? Nou, interne factoren dus. Denk bijvoorbeeld aan marktkapitalisatie, het aantal munten in de omloop en de prijs van de cryptomunt en externe factoren. Wie zijn de concurrenten? Wat zijn de toekomstplannen van de concurrenten en hoe zien de cijfers van de concurrenten eruit? Dus fundamentele analyse komt oorspronkelijk uit de aandelenmarkt. Maar zoals ik al zei, bij crypto heb je gewoon dezelfde vormen van analyse, dus fundamenteel technisch sentimenteel. En je hebt een extra nieuwe vorm van fundamentele analyse in crypto, en dat is on-chain analyse. Dat kan je bijvoorbeeld doen op Glassnode. En hier zie je een heleboel grafieken staan. En die hebben informatie over wat voor nieuwe adressen er bijvoorbeeld gemaakt worden. Hoeveel um, Bitcoin nog op exchanges staat en hoeveel daar weer van afgetrokken wordt. Dus. Dit zijn ook allemaal grafieken en dan denk je, nou is misschien technisch, maar nee. Want het is um, fundamentele informatie van wat er met Bitcoin aan de hand is. Dus hoeveel actieve adressen er bijvoorbeeld zijn. En zoals je kan zien hier aan de linkerkant, heb je hier nog een heleboel andere. Dingen waar je naar kunt kijken, dus ook wat er allemaal op exchanges gebeurt, inflow en outflow, nou heel wat. Je kan zelfs zien hoe lang mensen al hoddelen, dus hoe lang ze hun crypto al vasthouden enzovoorts. Dus de mogelijkheden qua fundamenteel onderzoek in crypto zijn momenteel gewoon echt eindeloos. Dus wat is het doel van een fundamentele analyse? Nou, het doel is dus kijken of iets uh, wel op marktwaarde op de markt staat. Dus laten we het stukje even lezen. Waarom zou je eigenlijk een fundamentele analyse uitvoeren? Kun je niet gewoon een crypto kopen als je er een goed gevoel bij hebt? Het is belangrijk om het juiste moment te vinden om in te stappen. Nou, dit stukje met kan, is het niet genoeg als je er een goed gevoel bij hebt? Het antwoord is nee. Overduidelijk nee. Want traden op gevoel is sowieso een no-go. En investeren op gevoel eigenlijk ook. Het is beter als je weet waar je het over hebt. En hier staan nog een paar filmpjes bij. Van de... Even kijken hoor. En deze persoon heeft het over dat bijvoorbeeld een Cryptopia was gehackt en dat dat bijvoorbeeld dan invloed heeft op bepaalde coins. Omdat die coins op uh, Cryptopia stonden, dus dan heb je hele mooie grafieken natuurlijk. Maar als zo'n beurs wordt gehackt waar dan al die coins op staan, dan gaan die coins gewoon niet lekker natuurlijk. Weet je wel? Dus hij zei: Deze coins zijn gedoemd om te falen. Want ze stonden alleen nog maar op een paar hè, gekke exchanges. En dat gewoon. Um, um, dat er zoveel van die coins gewoon achter slot en grendel zitten ergens op een gehacte exchange. En dat werkt dan gewoon niet lekker. Hij heeft het ook nog over liquiditeit. Dus liquiditeit is hoe makkelijk kom jij van zo'n coin af? Hè? Is het gelist op een exchange waar gigantisch veel volume wordt gedraaid? Ja of nee? Of is het echt onmogelijk om. Uh, weet je, van die coin af te komen omdat het nergens is gelist en je hebt wel eens mensen gehad die bijvoorbeeld gigantisch veel coins hebben maar die het gewoon niet kunnen verkopen en die dan denken dat ze een ton hebben of een miljoen maar je komt er niet vanaf en dan heb je uiteindelijk weer zoveel slippage en prijsverschil en oh mijn god dat je gewoon er nooit van afkomt want niemand wil het van je kopen. En dan kan het alsnog wel een bepaalde waarde hebben op een coin market cap of op een coin gecko. Maar dat betekent niet dat je het ook echt kan verkopen, dat je er ook echt vanaf komt. En hier heeft hij het nog over wat is dan het nut van zo'n coin? Dus wat is de utility? Nou, dan heeft hij het ook nog over VeChain en uh, Walton. Dat dat supply chains zijn. En hier is BAT bijvoorbeeld. Nou, dat heeft weer te maken met je internet en de advertenties daarop. En nou ja, Ethereum natuurlijk. We hebben er heel wat. En dat is bijvoorbeeld al een manier van fundamentele analyse. Dus weet wat je koopt. Hè? Dus om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk uit de fundamentele analyse kunt halen, is het belangrijk om te leren hoe je zo'n analyse maakt. Dus ik laat weer uh, de link achter naar deze blog in de beschrijving hier beneden. En kijk ook even deze filmpjes, die zijn hartstikke leuk. Dus wat is het verschil nou tussen een fundamentele en een technische analyse? Nou, fundamenteel is dus zoals ik al zei. Heel erg. Wat doet de coin, waar gaat de coin uh, mee bezig? Wat voor, wat voor team hebben ze, et cetera? En technische analyse is gewoon patronen tekenen. Dus als je naar een trading view gaat. Tradingview.com bijvoorbeeld. En je gaat naar um, de Bitcoin grafiek. Zie je hier de grafiek en hier kan je allemaal lijnen optekenen en Fibonacci's, estimated moving averages, RSI enzovoort. Maar hier zie je eigenlijk helemaal geen info van wat je bijvoorbeeld op een coin market cap wel zou hebben. Uh, bijvoorbeeld hoeveel van uh, deze coins zijn er, wat is het volume, wat is gedraaid, Hè, op welke markten is die dan gelist, waarom, uh, hoeveel volume is hier gedraaid, wat is bitcoin precies. Hè? Dus de whitepaper misschien eens doorlezen is best een slim idee. En hier maakt het eigenlijk niet uit, want dit is gewoon lijntjes tekenen en je kan daar heel veel mee doen hoor. Want technische analyse voorspelt eigenlijk de koers door middel van uh, menselijke psychologie gebruiken. En hoe werkt dat dan? Nou, ze pakken data hè, van wat er eerder is gebeurd met een bepaald aandeel of een crypto en daar. Teken je dan grafieken op. En als bijvoorbeeld de RSI laag is, dan is het een mooi koopmoment. Als die laag is in de Bollinger Bands, is het een mooi koopmoment. En dan hoef je eigenlijk heel weinig te weten van wat er verder uh, gaande is. Dus hier, als ik hier naar kijk, zie ik Apple heel simpel, uh, hoog in de Bollinger Bands, hoog in de RSI. Ik zou hem verkopen. Heel simpel. En ik hoef eigenlijk niks te weten van wat Apple doet of wat dan ook. En dit is dan eigenlijk puur menselijke psychologie waar je tegen zit te treden. Hè? En het is wel handig dat je dus een beetje weet wat er speelt. En hier zie je, je zit hij laag in de Bollinger Bands. En dan gaat hij bijvoorbeeld omhoog. En dan hier hoog in de Bollinger Bands gaat hij omlaag. Dus je kan redelijk voorspellen vaak met goede indicatoren op technisch vlak wat hier speelt. Maar hiervoor hoef je niet per se te weten wat Apple is. Of wat voor laptops ze maken. Of wat de nieuwste technologie is. En dat is dus een goed voorbeeld. Want zo maak ik het een beetje tastbaar. Want iedereen heeft wel een Apple product thuis. Dus handelen in Apple zou je dus zo kunnen doen. Puur met dit soort grafiek. En hoef je niks te weten van de technologie. Je hoeft niks te weten van de nieuwste iPhone die wordt uh, aangekondigd of zo. Maar je doet er jezelf wel een enorm plezier mee als je dat soort dingen wel weet. En ik heb het idee dat als jij in crypto heel erg met fundamentele analyse bezig gaat. dat je toch meer bij de kern bent van wat crypto momenteel drijft. omdat fundamentele analyse. Heel erg bezig is met wat is dit voor product hè? en waar gaat dit heen? En omdat crypto zo nieuw is en speculatief en het, het gaat eigenlijk om revolutionaire tech, denk ik persoonlijk dat fundamentele analyse je verder gaat helpen dan technisch. Omdat als jij technische analyse gaat doen in crypto en um, zo'n beurs wordt ineens gehackt of er is een bug of zo in dat coincontract en ineens uh, print iedereen miljoenen van die tokens. Um, dan gaat zo'n grafiek hele rare sprongen maken. En ik denk dat het het beste is om het te combineren. Dus fundamenteel, sentimenteel en technisch. Als je dat allemaal combineert bij crypto, dan kan het eigenlijk niet fout gaan. Um, behalve als je een gebrek aan kennis hebt. Natuurlijk, omdat je dan niet weet waar je naar kijkt. En dat je misschien alles verkeerd doet. Ja, dat zou kunnen. Dus als je nog interesse hebt om die kennis op te schroeven. Hebben wij natuurlijk de masterclass weer, link in de beschrijving hier beneden? En ik heb ook nog op mijn eigen kanaal een uh, workshop staan, die ik ook heb gegeven voor alles over crypto. En dat gaat over wat technische analyse is bijvoorbeeld, en over wat um, uh, fundamentele analyse is. Dus die kunnen jullie even gaan kijken. Ik zal weer de link in de beschrijving hier achterlaten. En de timestamp is ongeveer 1 uur en 38 minuten. En ja, dit is gewoon een workshop beleggen verder. Dus dat is misschien ook wel even leuk. Maar het komt er dus op neer dat als jij dit soort indicatoren gaat gebruiken, dat je nou ja, een whitepaper leest. En dat je gaat kijken naar dat soort actieve adressen enzovoorts. En misschien um, gaat kijken naar de NVT-ratio. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar dat is ook interessant. Dus um, hoeveel zo'n netwerk, zo'n blockchain-netwerk eigenlijk waard is. Het is super handig om te gaan kijken hoe dat precies werkt met fundamentele analyse. Dus kijk nooit alleen naar losstaande indicatoren. Voor de meeste indicatoren geldt dat je goed moet kijken naar de omstandigheden. Is het aantal actieve adressen laag, maar is de blockchain net nieuw, dan hoeft dat geen slecht teken te zijn. Maar is het aantal actieve adressen laag en is de blockchain al jaren oud, dan kan dat wel zorgwekkend zijn. Echter kan het ook betekenen dat de blockchain exclusief is en het hartstikke goed doet. Ja, dat kan dus, dus het kan alle kanten op gaan. Je krijgt een heleboel data voorgeschoteld en jij moet maar bepalen van nou, is dit goed of is dit slecht. Dus kennis is handig en daarom raden wij ook altijd aan om een goede fundamentele analyse te doen. Wanneer je zo'n analyse niet goed uitvoert, kan deze fout in de toekomst grote gevolgen hebben. Het zou ervoor kunnen zorgen dat je verlies maakt en de cryptomunt niet meer kwijt raakt. Ja, dus weet of iets liquide is, dat je het ook echt kan verkopen voordat je een gigantische bag koopt en zorg ervoor dat je gewoon snapt hoe crypto werkt in het algemeen. Dus hè, elke crypto is natuurlijk gewoon een stuk computercode... en heeft een bepaalde use case. En ik denk dat als je jezelf wil uitdagen... een leuke uitdaging is... ga eens kijken of je aan mensen kan uitleggen... wat deze top 10 munten van crypto nou precies doen. Wat doet Bitcoin? Wat doet Ethereum? Wat doet XRP? Wat doet Doge? Wat doet Polkadot? Wat doet Binance USD? Als jij dit kan uitleggen aan mensen van wat zo'n munt precies doet, los van de prijs, los van wat dan ook, dan ben je al best wel goed bezig qua fundamentele analyse. Want dat is denk ik de belangrijkste indicator van dat je snapt hoe het werkt, van hoe. hoe Functioneert zo'n coin en wat doet zo'n coin en waarom en wat zijn de concurrenten? Uh, wat is het team? Wat is de omloop? Hoeveel geld zit erin? Wat heeft de grafiek gedaan? Enzovoorts, enzovoorts. En dan kan je ook nog sentimentele analyse erbij halen en technische analyse. En vergeet niet even te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.